Ik ben Annemarie van den Broek. Ik ben docent onderwijskunde aan de Fonds Hogeschool Kind en Educatie. Opleiding PABO, locatie Eindhoven. Ik heb samen met Jaap-Jan Vroom aan 3 mini-modules gewerkt rondom de thema's mindset, het SAMR-model voor ICT en educatie en een mini-module over design thinking for educators. We hebben in de bijeenkomst hebben deze mini-modules met studenten besproken en feedback laten geven en op basis daarvan aanpassingen gemaakt. De waarde voor mij voor co-creatie in de educatieve context is voor ons heel groot. Zeker in een leraaropleiding waar studenten zelf leermiddelen voor hun leerlingen maken, is het superbelangrijk dat zij kritisch leren kijken naar leermiddelen. En ook dat zij zien van wat heeft nou impact, waardoor raak ik betrokken, wat is voor mij interessant, waar leer ik nou echt. En op die manier kunnen wij dus een mooie dubbelslag maken als wij met onze eigen studenten leermiddelen maken of kritisch analyseren of bijstellen of in ieder geval actief mee aan de slag gaan. In de toekomst zou ik graag samen met onze studenten nog meer samenwerken aan het co-creëren van leermiddelen. Dat betekent eigenlijk dat we de inhouden van de kennisbasis die de PABO landelijk aangeeft, dat we die proberen samen te verwerken in leermiddelen. En deze leermiddelen kritisch bekijken op de kwaliteit en de waarde. En op het moment dat ze voldoende beoordeeld worden door studenten en docenten, we ze ook beschikbaar stellen voor medestudenten, waardoor het niet alleen een leerproces voor de student zelf is, maar hij ook nog iets aan andere studenten kan bieden. Ik zie daar gewoon heel veel kansen omdat ze echt actief bezig zijn met de kennis. Dat is in mijn ogen beter dan wanneer ze alleen maar de stof leren voor bijvoorbeeld een toets. Op deze manier leren ze echt kritisch kijken wat later in hun eigen praktijk natuurlijk ook super belangrijk is. Want ook daar werken ze met heel veel bestaande leermiddelen. Hoe ik terugkijk op deze co-creatie ervaring, ik vond het een mooie ervaring. Mooi ook om te zien wat voor mogelijkheden er zijn door bijvoorbeeld van die mini-modules te maken. Allerlei mogelijkheden voor interactie. En ik wil hier zeker mee verder. We hebben ook een project opgezet. We zijn bezig met het opzetten van een project om in de toekomst meer onderdelen van de kennisbasis op deze manier uit te gaan werken. En dan samen met studenten kijken hoe wij de kennisbasis verder kunnen vormgeven in leermiddelen en deze leermiddelen dan ook te delen met een aantal andere hogescholen, waardoor we uiteindelijk een grote gezamenlijke kennisbank krijgen. Ik ben heel benieuwd en ik ben enthousiast over wat we tot nu toe hebben kunnen doen.